Ik ben Anneke Kortleven en samen met Thijs Bakker zet ik Music Loan op. Dat is een platform voor mensen die naar een concert willen gaan en op zoek zijn naar andere muziekliefhebbers om samen te gaan. Zo hoef je nooit meer in je eentje naar een concert. En zo hoef je nooit meer naar een concert met een onenthousiaste vriend die alleen maar gaat omdat jij zo graag wilde. We zijn Music Loan in de markt aan het zetten en hebben een filmpje gemaakt over het concept. Ondertussen ontwikkelen we een beta-site waar mensen zich voor kunnen aanmelden en op uitnodiging deel kunnen nemen aan Music Loaner. Music Loaner zal starten in Rotterdam met een kleine groep mensen die de site zullen testen. De beta-site zal begin april, als het festivalseizoen is geopend, volledig live gaan. We zoeken nog testers, dus we zouden het te gek vinden als jij je ook inschrijft. Op 28 januari doen we mee met Crowdforce Rotterdam en daarbij willen we de volgende twee vragen stellen. Music Loaner wil wereldberoemd worden, te beginnen in Nederland. Momenteel zetten we onze marketingcampagne op en daar kunnen we wel wat advies bij gebruiken. Dus daarom vragen wij aan jou, hoe zou jij onze PR inkleuren? Music Loaner wil een platform worden voor muziekliefhebbers, geen nieuwe datingsite. Momenteel zijn we het aan het bouwen. Hoe denk jij dat het eruit moet komen te zien? Denk jij ons te kunnen helpen? Kom dan op 28 januari naar Crowdforce Rotterdam of neem contact met ons op.